Hallo, ik ben André Kuipers. Van jongs af aan werd ik aangetrokken door de ruimtevaart. En als kind verslond ik de avonturen van science fiction held Perry Rodan en de Thunderbirds. In het jaar voordat ik werd geboren werd de eerste satelliet gelanceerd, de Sputnik. Een paar jaar later ging de eerste mens naar de ruimte. En in 1969 zetten astronauten voor het eerst voet op de maan. Dat waren spannende tijden. Ik zette alles op alles om zelf astronaut te worden en de ruimte in te gaan. Dit wilde ik ook meemaken. Eindelijk is het dan zover. Na jarenlange voorbereiding zit je in de capsule. Helmen dicht, handschoenen aan en dan begint het geweld. Je wordt in je stoel gedrukt met 3 keer je gewicht en je schiet door de dampkring heen. Dan, na 8,5 minuut, is de raket opgebrand. Ineens ben je in een andere wereld. Vanuit de ruimte zie je de overweldigende schoonheid van onze planeet. Maar je ziet ook menselijke activiteit. Ontbossing, erosie, luchtvervuiling. Ik heb meer dan een half jaar gewoond aan boord van het internationale ruimtestation. Aan boord deed ik wetenschappelijk onderzoek. In feite zijn wij allemaal astronauten. We zweven in het heelal aan boord van ruimteschip Aarde. De satelliettechniek die we ontwikkelen kunnen we bijvoorbeeld inzetten om vanuit de ruimte de klimaatverandering in de gaten te houden of om ons te helpen om in de auto de weg te vinden. In de ruimte bedacht ik een verhaal voor jonge kinderen over André, het astronautje. Mijn missie, iedereen van jong tot oud laten zien hoe bijzonder onze aarde is en hoe we wetenschap en techniek kunnen gebruiken om goed voor onze planeet te zorgen. Maar ook wat je zelf kunt doen om jouw steentje bij te dragen. Ik laat kinderen graag zien hoe leuk techniek is en wat je allemaal mee kunt doen, ook hier op aarde. Graag neem ik iedereen mee op mijn bijzondere reis naar en door de ruimte. Doen jullie mee?